De scheidende Nederlands ambassadeur Ernst Noorman maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van Suriname. Dat zei hij gisteren in het programma In Gesprek Met op ATV. Met name de politieke en economische situatie van het land vindt de ambassadeur niet rooskleurig. Daarnaast benadrukt Noorman dat er vooral op het gebied van onderwijs veel werk te verrichten is. Ik maak me erg zorgen over het onderwijs. Dat is door de jaren heen toch achteruit gegaan. En wil je werken aan een duurzame toekomst, dan moet je uiteindelijk investeren in menselijk kapitaal. Dan moet dat prioriteit worden. En ik hoop dat Suriname als samenleving, zowel politiek als in een brede zin, veel meer gaat discussiëren met elkaar van hoe gaan we zorgen dat het onderwijs op een hoger niveau komt. Want uiteindelijk ligt daar de toekomst. Het zit in mensen. Noorman blikt tevreden terug op zijn periode in Suriname. De ex-ambassadeur is vooral positief over de vele projecten die door zijn inspanning tot stand zijn gekomen. Ik ben meteen begonnen toen ik hier kwam met het organiseren van zogenaamde business borrels. Ja. Dat doe ik ongeveer 3-4 keer per jaar. En dat is om de zakengemeenschap van Suriname en de Nederlandse gemeenschap met elkaar te verbinden. Om te zorgen dat ze nieuwe netwerken kunnen creëren. Dat ze nieuwe initiatieven kunnen ontplooien. Dus dat is iets wat ik heb gestart en wat ik heb gemerkt dat het ontzettend gewaardeerd is. Veel ondernemers melden zich aan om ook bij de Business Borrel aanwezig te kunnen zijn. Mm-hmm. Daarnaast hebben we ook op vele andere terreinen, ook met allerlei subsidie-instrumenten, activiteiten georganiseerd. Kunnen Nederlandse bedrijven activiteiten starten hier. We zijn hier begonnen met het introduceren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mm-hmm. Dus we hebben vele activiteiten georganiseerd op wat wij dan noemen economische diplomatie. Om te zorgen dat die economische banden tussen beide landen verder verstevigd worden. Ja. Ja, dat geldt ook voor het culturele vlak. Ex-ambassadeur Ernst Noorman over projecten waaraan hij heeft meegewerkt in Suriname. De diplomaat is tevreden over zijn periode in het land, maar maakt zich zorgen over de economische situatie en het onderwijs. Noorman keert vandaag terug naar Nederland. Intussen heeft de Nederlandse Omroepstichting NOS aangegeven dat de nieuwe Nederlandse ambassadeur Anne van Leeuwen niet welkom is in Suriname. Bronnen bij het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben dat tegenover de NOS bevestigd. Een officiële verklaring voor de weigering is niet gegeven, maar de maatregel zou te maken hebben met wat Suriname ziet als de aanhoudende Nederlandse bemoeizucht in Surinaamse aangelegenheden. Nederland heeft inderdaad van Surinaamse autoriteiten gehoord dat de ambassadeur niet welkom is, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op de NOS-website. Er is echter geen enkele reden voor gegeven. We gaan dit nu eerst verder analyseren, besluit het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.